Ja, Lars, voordat we het over voetbal gaan hebben. Eerst vanavond ook iets bijzonders wat voor jou op de agenda staat. De opening van je tattoo shop. Ja, dat is vanavond. Ik ga er heel veel aanwezig zijn bij de opening om 7 uur. En dan daarna lekker richting huis. En morgen een belangrijke wedstrijd. Wat verwacht je daarvan? Is dit ook een aanzet voor iets wat je na je voetbalcarrière wil doorzetten? Wat zijn je plannen hiermee met die winkel? Dat ook. Ik ben nu 28, dus je moet ook gaan nadenken voor na je carrière. En mijn beste vriend die is tatoeëerder. En ja, we hebben hier vorig jaar een gesprek erover gehad. En nu kwam dit op ons pad. En nu wordt het de eerste tattoo shop. Ja, en dit is dan iets, denk ik, wat ook gewoon gigantisch goed bij jou past. Dat kunnen we allemaal zien. Ja, ik hou heel erg van tatoeages. En daarom is het wel leuk dat je dat ook met een vriend zo kan opstarten. Ja, nu is het één ding om ze inderdaad zelf te nemen. Maar als je zo'n shop hebt, dan geef je dat ook aan anderen. Wat vind je daar het leuke aan dan? Nou, ik hoop vooral dat mensen heel blij de deur uitgaan. Zoals ik zelf ook blij ben als ik een nieuwe tatoeage heb. En we gaan werken met 5 topartiesten. Dus ja, het ziet er allemaal heel mooi uit. En we hebben 3 weken lang verbouwing gehad. Dus ja, ik ben wel trots nu dat we dit hebben bereikt. En ja, hopelijk wordt het een succes. Dat is buiten het voetbalveld. Op het voetbalveld wachten die wedstrijd tegen Willem II. Tegenstander die hoog staat op de ranglijst. Ze doen het goed. Wat weet je verder van ze? Ik denk dat het wel een beetje een verrassing van het seizoen is, Willem II. Ik ben er in de voorbereiding niet bij geweest. Toen hebben we heel makkelijk gewonnen. Ja. Daarna hebben ze zich sterk ontwikkeld. En ja, Willem II uit is sowieso altijd wel een lastige wedstrijd. En nu ze het zo goed doen, moeten we ook uit weer wat beter voor de dag gaan komen. En hopelijk een keer uit ook de punten gaan pakken. Ja, Sparta wint daar eigenlijk maar zelden. Je geeft dat inderdaad al aan. Maar ja, het huidige Sparta is tot dingen in staat die mensen vooraf ook niet dachten. Ja, we hebben laten zien dat we bijna iedereen moeilijk kunnen maken op AZ en Ajax na, denk ik. En uit bij Groningen, uit bij Heerenveen had er voor ons ook veel meer in gezeten. Alleen, we moeten nu wel ook een keer de punten gaan pakken in plaats van alleen zeggen van ja, we doen goed mee en we kunnen het laten zien. Alleen ja, uit moeten we dat nu ook in punten gaan omzetten. Jij staat weer in de basis nu. Dat is natuurlijk lang dit seizoen niet zo geweest. Hoe heb je die periode doorleefd? Want ja, je bent international, je bent een gevestigde naam en dan speel je niet in de basis. Ja, dat is lastig. Ik heb daar wel moeite mee gehad. Alleen ja, zodra je op het trainingsveld staat, moet je proberen de trainer het zo moeilijk mogelijk te maken. Dat heb ik heel lang kunnen doen. Ik haalde daar wel motivatie uit en de trainer heeft ook meerdere keren aangegeven, ook in de media, dat ik heel goed bezig was. Dus dat was fijn om te horen. Alleen ja, het team deed heel goed. En dan weet je af en toe dat je geduld moet hebben. En dat is soms heel lastig, want het is natuurlijk niet fijn. Alleen ja, als je kijkt naar wat we op de bank hebben zitten, zijn er ook heel veel jongens die vorig jaar ook belangrijk zijn geweest. En die zitten ook op de bank. Dus ja, soms is het in het voetbal zo dat je geduld moet hebben, maar het is wel lastig. Wordt het geduld nu beloond of heb je zoiets van ja, toch nog maar afwachten hoe het de komende weken verder gaat? Nou ja, we hebben een hele sterke selectie en de concurrentie is groot. Die jongens hebben een lange tijd de kans gehad. Ik heb nu 2 wedstrijden de kans gehad. Ik denk dat ik in die wedstrijden goed heb gespeeld. Dus ja, ik moet proberen dit vast te houden. En ja, je weet, als je in een mindere periode komt, dan moet je alleen hard blijven werken. En ja, dan is het aan de trainer om de keuze te maken. Eén ding nog, een triest verhaal deze week natuurlijk bij de club, het overlijden van Pim Verbeek. Ja. Hebben jullie als spelers ook met hem te maken gehad dat dit jullie heel erg raakt? Ik heb wel meerdere keren een gesprek met hem gehad. We hebben het gisterochtend te horen gekregen en ja, dat is natuurlijk, het komt wel eventjes aan. En, hij was niet zo heel erg betrokken bij ons bij het eerste elftal, maar hij liet wel regelmatig zijn gezicht zien en ja, dat ga je nu wel missen.